Wout Weghorst, een dag waar zeker ook voor jou veel gebeurd is. Je bent jarig, van harte gefeliciteerd daarmee. Maar een wedstrijd waar je scoorde 2-2. Volgens mij sta je nog behoorlijk teleurgesteld hier. Ja. Ja, dat klopt. Dit is gewoon een teleurstellend resultaat uiteindelijk. Je staat 2-1 voor en je hebt zelfs een man meer. Dan mogen we dat niet meer weggeven, denk ik. Hoe denk jij dat dat komt, dat jullie dat dan toch weggeven? Ja, goed, dat zullen we moeten gaan analyseren. Daar moeten we naar gaan kijken hoe dat kan ontstaan. Het mag natuurlijk nooit ontstaan. Ik denk dat wij misschien ook te veel op zoek gaan naar een 3-1, waarin we misschien te veel mensen voor de bal hebben. Maar goed, dat is iets wat we eerst wel terug moeten gaan zien en analyseren. En uiteindelijk geven we daar natuurlijk ook niet heel slim een vrije bal weg. Los van dat hij die goed binnenschiet. Maar daar moeten we naar gaan kijken. Maar het mag natuurlijk niet. Ja, dat is voor later. Naar de eerste helft. Afgekeurd doelpunt. Wat gebeurde daar precies volgens jou? Het is een cornerbal. En de keeper laat hem eigenlijk los. En dat geeft een beetje een effect mee aan die bal. En ik stond eigenlijk al wel redelijk diep. Dus ik zat een beetje tegen de paal aan volgens mij. Ja, ik moet het zelf ook terugzien. En ik wil hem koppen. Maar ik kop hem wel op mijn eigen lichaam. En ik hoorde net dat het wel degelijk mijn hand was. Dus ja, dat weet ik niet. Dan moet ik nog terugzien. Nou, dat is wel zuur. Nou, ja, weet je, de scheidsrechter geeft hij een doelpunt. Hij wijst gewoon naar de stip. Ja. En dan later draait hij daarop terug. Maar ja. Dat doet hij dan op basis van, ik mag hopen zijn assistenten. Maar ja, volgens mij staan die er heel wat meters verder vandaan dat hij zelf staat. Dus vind ik raar. Ja. Voor jezelf had je niet het gevoel dat je met de hand raakte? Ja, weet ik echt niet. Ik weet wel dat ik hem op mijn lichaam kreeg, maar ik voelde echt niet. Ik ging zo snel en net wat ik zei, ik lag half tegen de paal aan. Ik moet het echt terugzien, maar ik heb al gehoord dat de hands was, dus ja. Even later, wel gelukkig, de penalty. Behoorlijke ontlading bij jou. Ja. Nou ja, natuurlijk. Je wil gewoon op die manier je ploeg helpen. Want we speelden natuurlijk geen. Het ging wel moeizaam. Dat heeft iedereen gezien, denk ik. En uiteindelijk krijgen we die strafschop begin tweede helft. Ik vind dat we goed beginnen ook aan die tweede helft. Hadden we ook afgesproken met elkaar om er volop te gaan nu. En dat doen we goed. Dan krijg je die strafschop en dan moet hij gewoon binnen. En dan, dat zijn altijd ontladingsmomenten, denk ik. Het is gewoon lekker dat je in je eerste wedstrijd gelijk een doelpunt mag maken, maar wat flink overschaduwt. Ja, inderdaad. En dat op je verjaardag? Ja, nou, zo'n feestje zal het niet meer worden, nee. Nee, het is gewoon heel jammer. Je gaat verder niet echt vieren? Ja, familie komt even wat drinken, maar het had wel iets mooier kunnen zijn, ja. Toch nog een prettige verjaardag, Wout.